Architect Ben van Berkel is door de gemeente Nijmegen aangesteld voor de renovatie van Museum het Valkhof. De verbouwing zal 14 miljoen euro gaan kosten, waarvan 11 miljoen door de gemeente wordt betaald en de overige 3 miljoen door het museum zelf. Van Berkel is ook verantwoordelijk voor het huidige museumgebouw. Dat moet nu een meer uitnodigende uitstraling krijgen. De verbouwing hangt samen met de herinrichting van het hele Kelfkunstbos. Het museum moet daardoor beter bereikbaar worden. Begin 2023 begint de verbouwing en eind 2024 moet het dan klaar zijn. In die periode zal het museum gesloten zijn.